Hoe belangrijk is het voor jou om te weten dat niet iedereen heteroseksueel is? Voor mij is het heel belangrijk, vooral omdat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat ze daar ook voor uit kunnen komen. Hallo, mijn naam is Max. We zijn hier vandaag in het Zaanlands Museum in Zaandam bij de Nationale GSA-dag. We gaan het vandaag hebben over de anti-homo-wet in Rusland die propaganda van homo's aan minderjarigen verbiedt. Als zo'n soort wet in Nederland zou worden ingevoerd, wat zou dat dan voor jou als lesbisch meisje betekenen? Als zo'n soort wet in Nederland wordt ingevoerd, dat zou voor mij heel erg zijn. Omdat je kan er niet meer over praten met mensen. En daar zal ik heel eenzaam van worden, denk ik. En niet alleen ik, gewoon iedereen die homo is, lesbisch, bi, transgender, wat dan ook. Wat het voor mij zou betekenen als deze wet in Nederland zou worden ingevoerd, is dat er zoveel mogelijkheid verdwijnt voor mensen om zichzelf te zijn. En ik vind eigenlijk dat iedereen is gewoon een persoon. Het maakt niet uit op wie je valt, op wat je valt, wat voor persoon je bent, welke huidskleur je hebt. Iedereen is een persoon en daar draait het om. Denk je dat het besmettelijk is als iemand een andere geaardheid heeft dan hetero? Ik denk het niet, omdat het namelijk gewoon wat je voelt en wat je denkt, wat je bent en dat niemand dat kan veranderen of dat je dat bij niemand zou kunnen veranderen. Hoe zou jij je voelen als je niet zou kunnen zijn wie je zelf bent? Ik zou het echt heel vervelend vinden, want ik ben nu gewend dat ik gewoon word geaccepteerd hoe ik ben. Wat vind jij dat er met de anti-homo-wet in Rusland moet gaan gebeuren? Ik vind dat er met de anti-homo-wet in Rusland dat er iets tegen gedaan moet worden. Dat we met z'n allen in moeten grijpen, omdat het niet kan, omdat er mensenrechten geschonden worden. En ik denk dat we dat het beste met de VN zouden kunnen doen, of in een verbond met allemaal andere Europese landen die het er niet mee eens zijn. En ik vind dat er sowieso iets aan gedaan moet worden, omdat het niet kan wat er gebeurt in Rusland.